Welkom bij Kriskras door Zwolle. Mijn naam is Frank en samen met mijn cameraman Edwin gaan we proberen liftend door Zwolle te komen. Ik ben benieuwd wie ons mee wil nemen. Straat en Zwolle zijn weer mooi schoongeveegd. We hebben gisteren gezien met de bezemwagen toen we een dagje mee mochten. Vandaag zullen we weer moeten liften. Alleen is de vraag hoe. Wie wil er met ons liften? Het zijn er drie op rij. Laten we eens deze maar proberen. Het zit wel vol. Er zitten al drie mensen in. Dat wordt hem niet. Pak even de tweede. Deze moet lukken. Hier zit helemaal niemand in. Nou, dan ben ik benieuwd of het... We kunnen onmogelijk zomaar instappen, denk ik. Meneer, mogen we het varen? Ja hoor. We zijn van het programma Kriskras door Zwolle. En het is de bedoeling dat wij liftend door Zwolle komen. Ja. En we wouden vragen of we misschien een klein stukje met u mee mag rijden. Ja, voor mij mag het. Maar dat moeten we straks even aan de leerling vragen of die dat ook goed vindt. En waar gaat u heen met de leerling? Ja, door Zwolle, Kriskras door Zwolle. Nou, ja, dat is dus precies wat wij zoeken dus. Daarom, dus dat is het wel goed. Dus ik vind het prima, maar als het goed is, komt ze zo aan en dan zullen we het vragen of zij het ook goed vindt. Vind jij het goed als de camera goed mij gaat achterin? Oké, nou prima. Nou, Edwin, gaan we instappen. Hopen dat we hier levend uitkomen, Edwin. Nou, dat komt wel goed hoor, jongens. Ik heb er alle vertrouwen in. En we zijn los! Yes! Huppadee! Gaan we rechtdoor, half rond. Denk aan wat we gisteren geoefend hebben met dat kijkwerk, hè? Binnenspiegel, buitenspiegel, dat doen. Hoe lang bent u al instructeur, meneer? Nou, totaal denk ik zo'n beetje 8 jaar. Ik heb hiervoor in Amsterdam les gegeven en hier in Zwolle rij ik nu een jaartje of 3 rij ik hier. Wat maakt het instructeur zijn nou zo leuk dan, meneer? Wat ik er leuk aan vind, elke leerling is weer anders. Dat maakt het werk interessant. Want in principe moet ik wel altijd hetzelfde leren aan mensen. En qua dat heb je af en toe een beetje wel het gevoel dat je aan de lopende band aan het werk bent. Maar elke leerling die moet je weer anders aanpakken. Die leert weer anders. Dat vind ik het interessante van dit werk. Nou, voor 2 dagen ziet het er al goed uit. Ik moet zeggen dat ze het erg goed doet. Staat er goed op, hè? Zo. Voor de mensen die... Ziet er goed uit. Ik heb geen fout gezien dus. Ook weer zo soepeltjes. Heel. Het doet er helemaal niks. Het wordt een beetje slijmerig nou. Ja. Heeft u ook wel eens een leerling gehad die er echt wel 6-7 keer over heeft gedaan? Ja, heb ik gehad, ja. Hoe ging dat dan? Dat was een oudere dame. Dus dan is het al wat lastiger. Haar man rijdt altijd en die kwam op een gegeven moment te overlijden. Ja, dan moet je op je, nou oud was ze, tegen de 70 al, moet je nog eens je rijbewijs gaan halen. En ze was ontzettend bang in het verkeer. Het ging er allemaal veel te snel en ze had al een paar keer een ongeluk meegemaakt met de man. Dus ja, dat zijn dan allemaal dingen die tegenwerken. En met examen heel erg zenuwachtig zijn. Is het uiteindelijk wel gehaald? Ze heeft het uiteindelijk gehaald. Ja, dat was echt een knokker. Die is doorgegaan. Ze zei, ik moet hem halen, het gaat goed komen. Want ze was nog heel gezond en fit en zo. Dus ja, ze wou de vrijheid behouden dat ze wel lekker weg kon met vriendinnen en noem maar op. Dus die is door blijven knokken en die heeft het uiteindelijk wel gehaald. Ja. Dat geeft dan toch wel een stukje voldoening voor jezelf. Ja, absoluut. En het is ook mooi te zien hoe mensen, want sommige mensen moeten echt aardig door een hel hoor, om hun rijbewijs te halen. En dat is mooi te zien, omdat iemand toch doorgaat en door blijft gaan. Want de lol gaat dan wel een beetje van het autorijden af natuurlijk, als je het op zo'n manier moet. Dan heb je niet elke dag zin van joepie, ik mag weer autorijden. Ik heb weer les. Zijn mensen er ook wel eens helemaal klaar mee? Ja, ja. Ja, ik maak van alles mee, dat ze boos uitstappen of dat op een gegeven moment houdt het op en barsten ze in huilen uit. En nou, dan moet je weer even aan de kant en even een goed gesprek houden. Even troosten van hou vol en het komt echt wel goed. En dan weer doorgaan. Agressie? Ja, maak ik ook mee. Sommige mensen zijn best agressief. Ja, niet echt. Met examens heb ik wel eens gehad van nog even en ik moet tussen de examinator en de leerling inspringen. Want als zo'n leerling het helemaal niet ermee eens is, dat hij echt denkt van ik ben geslaagd. En vervolgens krijgt hij te horen dat hij gezakt is. Ja, daar zijn leerlingen het niet altijd mee eens. En dan kan er wel eens een beetje agressie ontstaan. Bedankt voor de lift. Ja, bedankt graag lift, gedaan, ja. Heren. Zullen we gaan?
Hey Ellen, heb je al honger? Dan gaan we even lekker langs de McDonald's. Gaan we langs de McDonald's? Ja joh, lekker een Big Tasty halen. Nu? Hoe laat is het? We gaan geen eten halen, maar we gaan wel rechtsaf.